Hallo allemaal, dit filmpje gaat over schaalvergroting. Je kan dit gebruiken om de leerstof hierover te herhalen of om ze nog eens op te frissen. Wanneer een bedrijf groeit, of wanneer een bedrijf dus groter wordt, gaat het bedrijf op grotere schaal produceren. We zeggen dus dat het bedrijf een schaalvergroting heeft ondergaan. Zo'n schaalvergroting betekent eigenlijk dat de productiehoeveelheid van het bedrijf is toegenomen. Laten we nu een voorbeeld uit de actualiteit erbij betrekken. De laatste jaren is het aantal filialen van Burger King in België sterk gestegen. Dit betekent dus, een beetje simplistisch gezegd, dat Burger King eerst maar vrij weinig hamburgers produceerde in België, maar dat Burger King na de schaalvergroting veel meer hamburgers produceert in België. Een schaalvergroting heeft natuurlijk een aantal effecten. Deze effecten noemen we de schaaleffecten. We gaan er drie behandelen. Het eerste soort effecten wat kan voorkomen zijn positieve schaaleffecten. Daarnaast bestaan er ook nog de constante schaaleffecten. En er bestaan ook nog de negatieve schaaleffecten. Om te bepalen welke schaaleffecten er voorkomen, gaan we kijken naar de gemiddelde kosten van het bedrijf, afgekort door GK. De gemiddelde kosten worden berekend door TK te delen door Q. Wat betekent dat nu? We gaan dus de totale kosten bekijken en we gaan deze delen door de geproduceerde hoeveelheid. Dan weten we wat de gemiddelde kosten zijn. Bij de positieve schaaleffecten zullen de gemiddelde kosten dalen, want indien kosten dalen, is dit goed voor het bedrijf. Bij de constante schaaleffecten zullen de gemiddelde kosten gelijk blijven. Dit heeft weinig effect op het bedrijf. Bij de negatieve schaaleffecten zullen de gemiddelde kosten stijgen. Als kosten stijgen, is dit negatief voor het bedrijf. Daarom negatieve schaaleffecten. Laten we nu de schaaleffecten wat meer in detail bekijken. We gaan eerst kijken naar de positieve schaaleffecten. Wat zou hiervoor nu een verklaring kunnen zijn? Laten we dit betrekken op ons voorbeeld dat we al hebben gebruikt, namelijk Burger King. Voor de schaalvergroting had Burger King bijvoorbeeld één filiaal in België. En ze produceerden maar een beperkt aantal hamburgers. Dus om de gemiddelde kosten te berekenen, zouden we de kosten van het filiaal moeten delen door de geproduceerde hoeveelheid. Na de schaalvergroting namen waarschijnlijk de filialen wel toe van Burger King, maar de geproduceerde hoeveelheid nam in verhouding veel meer toe of veel sneller toe. Als we dan even kijken naar de formule, zien we wel dat de totale kosten stijgen, maar de geproduceerde hoeveelheid stijgt sneller dan de totale kosten of stijgt een heel stuk meer dan de totale kosten, waardoor de gemiddelde kosten dus gaan dalen. Dit is een verklaring voor positieve schaaleffecten. Wat kan nu een verklaring zijn voor het dalen van de gemiddelde kosten? Ik zal hiervan twee voorbeelden geven. Ten eerste kunnen bepaalde grondstoffen goedkoper zijn geworden, waardoor wanneer een bedrijf groter wordt, de totale kosten minder snel zullen toenemen dan de geproduceerde hoeveelheid. Ten tweede kan het ook zijn dat je als bedrijf door de groei in productie de kosten zal kunnen drukken. Dat betekent dus dat de geproduceerde hoeveelheid toeneemt, maar dat de totale kosten niet even sterk als de geproduceerde hoeveelheid zullen toenemen. Beide elementen die ik hier nu heb aangehaald zorgen er dus voor dat de gemiddelde kosten gaan dalen. Ook de constante schaaleffecten kunnen we verklaren met behulp van de formule om de gemiddelde kosten te berekenen. Indien er constante schaaleffecten optreden, wordt dit veroorzaakt doordat de totale kosten even snel stijgen als de geproduceerde hoeveelheid, waardoor de gemiddelde kosten gelijk gaan blijven, of dus constant gaan blijven, waardoor constante schaaleffecten veroorzaakt worden. Een
een goed voorbeeld om uit te leggen waarom de gemiddelde kosten ook gelijk kunnen blijven bij een schaalvergroting is het volgende voorbeeld. Een bedrijf kan besloten hebben om meer machines aan te kopen om zo de geproduceerde hoeveelheid te kunnen vergroten. Dit betekent dat Q dus stijgt. Maar tegelijkertijd stijgen de totale kosten ook, doordat die nieuwe machines natuurlijk betaald moeten worden. Als de totale kosten en de geproduceerde hoeveelheid evenredig stijgen, dan zullen de gemiddelde kosten dus ook gelijk blijven. Ten slotte kunnen we ook nog de negatieve schaaleffecten verklaren. Laten we voor de laatste keer nog terugkijken naar onze formule. Indien er negatieve schaaleffecten optreden, betekent dit dat de totale kosten sneller gaan stijgen dan de geproduceerde hoeveelheid, waardoor de gemiddelde kosten ook gaan stijgen. En indien kosten stijgen, is dit negatief voor een bedrijf. De snelle stijging van de totale kosten kan verklaard worden doordat de administratieve kosten bij een schaalvergroting vaak sterk gaan toenemen en doordat bijvoorbeeld de betrokkenheid van het personeel gaat dalen indien een bedrijf groeit. Er zijn nog heel wat andere verklaringen te vinden voor negatieve schaaleffecten.